Dames en heren, jongens en meisjes, vandaag is het zover. Een gloednieuwe, dikke, vette vlog. Ik rijd niet waar mijn camera hier staat. Alleen, ja, ik heb echt een kutauto voor vloggen, ben ik achtergekomen. Aangezien bij mij kan die dus niet echt lekker staan. Eén ding is zeker, ik ga nu weer onderweg naar Amsterdam. Ja, ik kreeg veel de vraag, Koen, woon je in Amsterdam of in Utrecht? Aangezien Roel zei dat hij de domtoren zag. Maar goed opgelet mensen, die staat niet in Amsterdam. Dit gaat zeker fout. Oh. Best aardig. Mensen, abonneer op mijn kanaal. We gaan vandaag naar mijn huis. De slopers zijn geweest. 3 dagen volgens mij. Ik heb geen idee hoe het eruit ziet. Ik heb geen idee of het echt al helemaal gesloopt is. Oh, ik kan mijn fietsjes aan. Fucking hell. Gaat er iemand langs die de saxofoon doet? Ja, dat was schitterend. Maar ik heb geen flauw idee of alles weg is. Of dat ze... Ja, ik weet het gewoon niet. Ik weet het niet. Dus we gaan het zien. Ik heb tegen jullie gezegd, alles gaat eruit. Ja. Dat is wel echt zo. Nu op naar Amsterdam. Ik zie jullie zo. En hey, joh, even lekker abonneren. Mensen, check dit. Oh. Overal fietsen op de trap. Dit is het moment dat ik denk van, had ik echt alles eruit moeten halen? Het zag er op zich niet heel lelijk uit. Mijn god. Ik zie alleen dit. Oké, ik heb mijn ogen nog dicht. Hier stond dus eerst de badkamer, deur, de slaapkamer en allemaal kasten. Ik ga nu kijken. What the fuck? Oh mijn god. Wat? Wat? Oh, moet je zien. Alles is weg. Oh mijn god. Oh mijn hemel. Alles is weg. Hier was eerst de badkamer. Hier zo. Nee, dit was trouwens de wc, dit stukje. Je ziet trouwens hoe klein dat is. Trouwens, daarachter, dat moet nog weg. Hierachter. Want daarachter zit als het goed is nog een stuk open ruimte. Denk ik. Hier zit een gat. Hallo. Mensen, zoals jullie zien, ik heb niet gelogen. Letterlijk alles is eruit. De plafonds zijn eruit helemaal. Zoals je ziet, kan je hier goed zien. Het plafond was eerst tot hier verlaagd. En nu is het dus zeg maar omhoog. Omdat, ja, daar hoef ik geen sportjes. Dan heb ik gewoon wat hoger plafond. Vind ik zelf gewoon chill, vind ik zelf gewoon lekker. Nou, de vloer is er uiteraard uit. Er is helemaal niks meer van over. Het is echt helemaal niks. En hier ligt alle zooi. Het is ongelooflijk. Hé, dit is wel grappig trouwens. Je had eerst dat glas natuurlijk op de muren zat. Dat hebben jullie kunnen zien in de vorige video. Nu zitten er allemaal tegels. Allemaal kleine tegeltjes. Dat zat er dus onder blijkbaar. Nou. Is dat even heel erg leuk. Man, 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 man. Ik zat gewoon in een fucking bouwval. Ik had gewoon een prima appartement. Nu heb ik een bouwval. Dat was de deur van de wc. Heeft iemand nog interesse in een mooie glazen deur? Laat even achter in de comments. Deze moet trouwens ook nieuw, hoor. Dit is ook niet goed. Nee, dat is niet goed. Jezus, ik ben een soort verbaasd of zo. Wel ja, dit is zeg maar wel wat ik wilde. Dus in principe heb ik daar, ja, klopt dat wel. Ik zie trouwens dat deze erin zitten. De radiatoren, die gaan er uiteraard ook allemaal uit. Zou tegel de poot ook zo aanleveren, denken jullie? Of zou je denk ik wel gewoon nette tegels? Want dit, ja. Dan had je 3 dagen geleden nog een lekkere badkamer. En dan lekker even lekker tanden gepoetst. En nu is er echt helemaal niks meer. Het is echt helemaal weg. Hé, hey, dit is de douchedeur. En hier komen nu alle leidingen uit de grond. Dit is van het wastafeltje. Dit is van de doortrek. Dat is dit ding, denk ik. Of zo, ik heb geen idee. Dit is het lichtknopje. Dit is van de wastafel in de badkamer. En de douche, die zie ik niet. Wat ik toch wel vrij wonderlijk vind. Je zou wel zeggen dat je die ergens hier moet zien. Hè? Ik dacht dat de douche daar ergens uit de muur kwam. Nou, geen flauw idee. Ik snap er helemaal niks van. Man, man, man. Oh, dan moet ik boven nog kijken. Oh, aan de ene kant wil ik het heel graag. Aan de andere kant ben ik ook een klein beetje bang. Mensen, abonneer nou. Abonneren. Maar voordat we naar boven gaan, heb ik wat nieuws. Ja, 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 ja. Zet jullie even de trap neer. Trouwens, de trap. What the fuck? Ik dacht, onder de stofbekleding van de trap zit wel gewoon een mooie trap. Maar dat is dus niet helemaal het geval. Gewoon echt een echt zootje. Echt zootje, man. Mensen, misschien heb je het al gezien op mijn Instagram. Maar ik ben iets superleuks gestart. Echt fucking vet. Ik ga het nu laten zien. Oi. Kijk even wat ik hier heb. No excuse energy. Dit is een energy poeder die ik samen met de studievrienden heb begonnen. Je hebt het al gezien op Instagram, maar dit is echt top. We zijn hier echt, nou, bijna een jaar mee bezig geweest om de lekkerste smaak te vinden. En wat dat zeg maar doet, verhoog je concentratie voor tijdens het gamen. Maar ook bijvoorbeeld als je moet leren, wat de eindexamens komen eraan. Dan neem je een lekker scoopie van dit. En doe je er 1,5 liter water bij. En je moet zelf een beetje kijken hoeveel je neemt. Want de ene vindt een heel scoopje te zoet. De ander vindt het niet te zoet. Dus je moet een beetje zelf aftasten. Doe je 1,5 liter water bij een fantastische shake baby. Hatsa. En dan krijg je dus meer concentratie. Word je minder vermoeid, krijg je meer energie en het zit boordevol dikke vette vitamine. We hebben deze formule samengemaakt met de toppers van Easystyle Nutrition. Dan weet je sowieso dat het goed zit. Er zit geen rare zooi in, dus geen zorgen daarvoor. En het is tan toe lekker. Ik drink dit dagelijks. En je zal mij de komende video's ook gewoon zien drinken. Zeker op Koen 2, mijn gaming kanaal. En op dit moment, en dat is nog maar even, als je deze bestelt met deze shaker erbij. Of je dat in je mandje doet op noexcuseenergy.com of .nl. En de code Koen gebruikt, dan krijg je deze helemaal gratis. Dat is toch fantastisch? Het kost €29,95. En deze was normaal €7,95, die is nu dus gratis. En de verzendkosten zijn uiteraard voor ons. Daar zijn we ook alweer. Lekker gezegd. Nou, laten we nu maar naar boven gaan. Oké, nou, jullie hebben de vorige video gezien. Dus dat hier lag dus allemaal vloerbedekking. Gaan we naar boven lopen. Dit zou het levensgevaarlijk. Er zit hier aan de kant van deze zit een spijker. What the fuck? Ik wil eigenlijk weer niet kijken. Oké, nou, jullie hebben het gezien in de vorige video. Heb je trouwens de vorige video nog niet gezien? Ik vind het trouwens heel eng. Ik sta hier, maar misschien zijn er wel mensen. Hallo? Nee. Heb je de vorige video nog niet gezien? Kijk dan eerst. Ik ga nu kijken. Oh. Oh mijn god. Wat een...
Alles is weg, moet je zien. Hier eerst dit allemaal zo. Hier staat natuurlijk die rare ding op de muur. Al die planken. Die zijn allemaal weggehaald. Nou, prima. Hier... Eén grote zooi en sommige dingen zullen we misschien herkennen. Zoals dit hier. Dat lijkt namelijk, ik denk dat dat de oven, dat dat de oven is. Oh mijn god. Check dit, want ik weet helemaal niet wat dit is. Allemaal ijzeren dingen. Wat is dit überhaupt? Maar dit, ik ga nu omdraaien. Moet je dit zien. Oh mijn god. Dit is niet normaal. De eerste, dit is echt levensgevaarlijk. Als je niet oppast, flikker je zo het trapgat in. Dus hier moet sowieso iets komen. Als het goed is, komt hier natuurlijk later de trap zo naar het dakterras. Dat zou natuurlijk perfect zijn. Want daar is dan het trapgat. Hier staat eerst een muur. Die is nu weg. Deze muur die je hier ziet, die gaat ook nog weg. En hier stond eerst ook nog een enorm dikke muur. Niemand weet waarom die er stond. Maar die is nu ook weg. En de keuken. Weg, gone loose. De keuken is gewoon helemaal verdwenen. Oh mijn god. Alles is weg. De cv-ketel is weg. Maar alleen deze muur staat er nog. Omdat die er niet uit kan. Daar loopt alle ventilatie doorheen. Voor de rest is letterlijk alles behalve dit kleine poepmuurtje. Maar daar zit de groepenkast aan vast. Dus ja, die kon dan nog niet weg. Hier een stopcontact. Als ik toch nog even mijn iPhone wil opladen, heb ik in ieder geval genoeg opties. Hier een waterlijntje voor de wasmachine die eerst stond. Stel je voor, je stopt nu met het kijken naar al mijn video's. En zeg maar niet die heerlijke No Excuse Energy kopen. En nooit meer iets kopen. Ik wil goed een Game Koning. Dan moet ik hier wonen de rest van mijn leven. Maar ik dan geen geld meer heb voor de rest van de verbouwing. Dat zou toch verschrikkelijk zijn. Dus mensen, even lekker abonneren allemaal. Ik heb nu gewoon bijna de helemaal open ruimte. En dan, ja, dan kunnen we gaan beginnen. Want we moeten de vergunning regelen. Zodat ze het afval naar buiten mogen halen. Maar dat duurt even. Oeh, ik zie hier trouwens. Dit ziet er toch niet helemaal goed uit. Hier zijn ze toch iets te ver gegaan. Nee, want ik kan hier ook naar binnen kijken. Oeh. Dat is niet zo lekker. Dit is mijn oude oven. Ook schitterend. Ja, die heb ik één keer gebruikt. Om borrelhapjes op te warmen. Kijk nog wat in zit. Krijg nou een lekkere No Excuse Energy. Nou mensen, ik zou bestellen. Ik kreeg dus veel de vraag van Koen, werkt het ook voor leren of voor sporten? Voor sporten, het werkt, maar het is niet zo heftig als een pre-workout. Pre-workout ga je helemaal van trillen en zo, dat soort dingen. Zo heftig is het niet. Voor leren is het eigenlijk perfect. Je krijgt de concentratie door, je blijft, je wordt minder vermoeid. En je kan je dus, ja, als je lang kan concentreren, is natuurlijk voor leren... Ja. Ik ga toch ergens opstaan, jongen. Ja, voor leren is gewoon ideaal. Dus ik zou het wel weten. Ik vind het wel leuk dat ze voor zichzelf nog een klein bankje hebben neergezet. Kunnen ze toch even lekker chillen. Gaan we nog even op het dak. En we gaan nog even op het dak kijken. Ik vind het bizar. Dit is toch bizar? Straks is die muur er ook nog uit. Dan heb je gewoon echt één hele grote ruimte. Komt hier zo. Komt de keuken. Dus zo. Hier. Eigenlijk, nou ja, ik denk tot hier ongeveer, denk ik. Zo komt daar. Tot helemaal daar de keuken. Dus zo. Er komt zo'n hoek. En daar komen dan een paar kasten. En dan sta ik hier. Zo op deze plek sta ik dan thuisbezorgd te bestellen. Nou, dat is toch fantastisch? Dat is echt helemaal leuk. Dat is echt helemaal goed. En hier komt dan straks de eettafel met stoelen. Lekker, lekker zitten. Niks mis mee. Verkoop jij nou mooie eettafels? Stuur mij een DM. Wellicht kunnen we wat regelen. Wat echt super veel mensen vindt leuk. De vorige had 300.000 views. Dat zijn 300.000 klanten die je krijgt in één keer. Ja, dat is precies hoe het werkt. En dan komt hier de bank. Nou ja, zeg maar daar. Zeg maar... Oh, hij staat er al. Oh, er zit allemaal puin overheen. Dus je ziet hem niet. Nee, hij staat er nog niet. Die komt hier ergens zo. Zo'n lekkere hoekbank. Heerlijk. En komt daar. De tv, prachtig. Enige ding waar ik een beetje moeite mee heb. Ga ik jullie nu uitleggen. Deze muur, zeg maar, in Amsterdam zijn alle huizen zijn een soort van, zeg maar, ze zijn zo scheef, dat ze zeg maar zo staan. Maar ook, het huis is smaller aan de voorkant en breder aan de achterkant. Dus hoe kan ik het beste uitleggen? De muur die je daar ziet, die loopt gewoon helemaal tot daar. En dat is gewoon een rechte muur. Dat is er niks mis mee. Dat is gewoon prima. De muur die je hier ziet, die is zeg maar smaller hier. En die wordt steeds breder. Dus daar is het, zeg maar, breder dan hier. Het komt dat die muur wordt steeds breder, breder. Probleem! Als ik hier mijn tv ophang, wat natuurlijk hartstikke mooi is, want je wil je tv gewoon ophangen. Het is gewoon lekker, het is gewoon nice, het is gewoon echt heel erg lekker. Als ik die dan ophang, dan hangt mijn tv dus zeg maar niet op een rechte muur, maar op een muur die steeds breder wordt. Dus eigenlijk een klein beetje schuin. Maar, dit hier heb ik persoonlijk echt moeite mee. De bank die ik hier heb, die moet ik dan of recht zetten. Waardoor als jij recht op je bank zit, dat je soort van naar een tv kijkt, zeg maar zo zit. Dus je kijkt zo en je tv is zeg maar niet recht. Je kijkt niet recht op je tv, maar een soort half schuin op je tv. Of je moet je bank schuin zetten in het huis. Nou, dat is natuurlijk echt te bizar voor woorden. Dus hier heb ik echt zware struggles mee. Dus ik moet nog even gaan kijken hoe ik dat ga doen. Maar goed, ja, dit zijn niet echt enorme problemen, om eerlijk te zijn. Heb je trouwens ook het, als je dit soort dingen ziet, dat je zelf echt voelt alsof je niks kan? Voel je jezelf echt nutteloos? Nou, heb ik dan heel erg. Dus ik ga even iets, kijk, zie je dit? Ah, fuck, flikker allemaal mijn gezicht. Ah, ik moet het ook niet doen. Gadverdamme. Er zit nog water in de wc. Ik weet serieus, er zit nog water in. Gadverdamme. Nou, gelukkig zit er in ieder geval geen dikke vette stront. Hé, maar even een paar dingen. De eerste, er waren een paar reacties onder mijn vorige video. De mensen zeiden, Jezus Koen, je gaat nu weg uit bankzittershuis. Wat nu? Rip bankzitters. Nou, ten eerste, ik ga nog niet weg. Niemand gaat nog weg. Dat gebeurt pas in september. Geen zorgen. Trouwens, als je denkt, ik ga weg. Nou, moet je even hier naar kijken. Denk dat ik hier kan wonen? Nee, natuurlijk niet. Ik ga gewoon nog maanden verbouwen en dan gaan we er allemaal uit. Maar bankzitters, dat gaat echt nog wel een paar stappen maken waar we echt heel bang voor worden. Wij niet, want wij weten wat we gaan doen. Ten tweede, zou ik mensen zeggen, hey Koen, ik weet niet al waar je woont, want dit dat. Ja, knap. Dat is niet heel moeilijk. Het is vast te vinden. Maar mocht je het nou weten,
Gefeliciteerd. Maar kom niet langs. Als je langs komt, doe ik toch niet open. En het is alleen maar irritant. En als ik buiten ben, kan je rustig mij even zeggen. Hey Koen, fotopraatje. Hey Koen, fijn wat weer verloren. Want dat zal ik waarschijnlijk nog wel een aantal keer te horen krijgen hier in Amsterdam. Gelukkig woon ik hier niet echt toen ze met 3-2 van ADO verloren. Maar goed, dit weekend is een klassieker. Dus volgende week ben ik hier waarschijnlijk niet te vinden. Maar respecteer gewoon een beetje de privacy van mij. En van andere YouTubers die gewoon lekker thuis zijn. Thuis is gewoon een lekker eigen plekje. En daar heb je gewoon helemaal niks te zoeken. Zo handig trouwens dat ze precies deze ene kapstok... Dat ze zo gelaten hebben. Ik wilde dus eigenlijk even een lekker scoopje nemen en even met water. Maar ik heb dus geen wateraansluiting meer. Dat is echt jammer. Het is echt ton toe lekker, mensen. En het ruikt ook nog eens lekker. Dat is natuurlijk belangrijk. Dat is wat ik met name belangrijk vind. Dat je gewoon die pot opendraait en dan denk je... Ja... Dit is echt even heel erg lekker. Ik kreeg trouwens veel de vraag, want tot nu toe hebben we echt al heel veel mensen besteld. We vrezen dat we binnenkort richting uitverkocht gaan. Er komen alweer nieuwe ladingen aan, maar dat duurt even. En iedereen, letterlijk iedereen die dit bestelt, vindt het lekker. En dat is toch wel echt fantastisch om te zien. Dus dankjewel daarvoor, dankjewel allemaal, dankjewel. We zijn ook al bezig met nieuwe smaken, maar daar kom ik later op terug. En mensen, dat was het toch allemaal niet mogelijk geweest zonder jullie, hè? Het is ongelooflijk. Ongelooflijk! Rol zei het al in de vorige video, mensen zeggen dat, mensen denken dat, ik weet eigenlijk niet wat hij zei, maakt me ook geen donder uit. Maar met jullie allemaal kaarsje hebben gespeeld, kan ik dit en nog steeds spelen trouwens. Flink ook. Jongens, download mijn kaarsje. Zullen we nog even het dakterras? Nee, dat vind ik een goed idee. Staan we weer. Dit is toch schitterend. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar mijn tweede dikke vette vlog. Wil je nou meer zien? Laat een duimpje omhoog achter, abonneer op mijn kanaal. En het echte verbouwen gaat nu beginnen. Lekker verbouwen. Eerst al het sloopsel eruit en alle nieuwe dingen erin. Ik heb er zin in. Bedankt en de groeten. En kijk even, geniet even. Nou, dat is toch leuk. En nu wel lekker naar binnen, want het is best wel koud. En oh ja, koop nou die verdomme No Shoes Energy. Er staat een linkje in de beschrijving. Ik heb er ook eentje meegegeven. Je laat staan voor de verbouwers. Even kijken. Nou, verdraaid. Helemaal leeg. Nee, oké. Ik heb gewoon het in een ander potje gegooid. Maar niet uit, mensen. Bedankt voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal. Ik zie jullie dan bij de volgende zieke vette video. En binnenkort weer een nieuwe verhuisvlog. Doei! Altijd kan ik chillen. Kijk eens hoe ik draai, draai, draai. Mijn leven net een film. Mijn leven net een film. Ik heb geen time, time, time. Ook al kan ik chillen. Altijd kan ik chillen.